Sportveren nichten. We gaan even kijken naar de foto finish. De 10 punten voor Jasper de Buist. Dag 3 van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent en het is er meteen boek op. Duels op het scherp van de snee, de rivaliteit is groot. En het wordt Robbenkeis. Net als de voorbije dagen is er wel één constante. Qua pure snelheid zijn de wereldkampioenen outstanding. Kijk hem gaan, heel snel. Markov richting finish. En alweer realiseren ze de beste tijd en winnen ze de baanronde. Yeah, it goes really well. We are really strong on points and we are very close to our second bonus lap at this moment, so we are very satisfied. De Denen staan al sinds gisteren stevig aan de leiding en lijken die leidersplaats niet meteen uit handen te geven. De piste van Kuipke ligt hem. There's not many tracks left in the world with this small size. This is only almost a half of what we are used to at Worlds and Olympic Games. So it's a very technical, demanding track, but also it's a very legendary place to race, a six-day race, so we are very proud to be here as the world champions. Wat het voor Morkov, op de weg een van de beste lead-outs ter wereld, extra speciaal maakt. In het Kuipke fietst hij voor een keer tegen zijn ploegmaats van de Koning Quickstep. Yeah, it's special because the most of the year I work together with Ilio to make our leaders win. And most of the time we make Cavendish win. So yeah, it's nice to have some teammates in the peloton, but in this race we race in different teams and I just enjoy to race against some good friends. And now it's your turn to win. I hope so. Ook in de ploegkoersen, hun specialiteit als wereldkampioenen, doen ze het hier uitstekend. Vanavond is er in de eerste ploegkoers maar één team sterker. Hier is de finish. Jasper de Buist en Roger Kloegen winnen de grote prijs Lotto. Ik ben Freddy de Geest. Ik denk dat ik in het vorige Kuipken, als ik 7 jaar was, mijn eerste keer binnengevallen ben. En ik denk dat ik nu aan de 50ste zesdaagse moet toe zijn. Het kunnen er ook meer zijn, ik weet het niet, ik heb het tel niet bijgehouden. Ik was een supergrote fan van Rick van Steenbergen en van Emiel Severens. En ik weet nog dat ik hete tranen weende. Al die niet wonnen, dat was toen in de tijd bij de BRT. Toen keken we nog op die rokerige schermen, zo in zwart-wit. En dan was ik altijd doodongelukkig al die niet wonnen. Maar natuurlijk, ze wonnen niet altijd, hè. Ik ben altijd een supergrote fan geweest, ook van Patrick Sercuy. Zowel als renner als als mens. Patrick mocht ik, denk ik, tot mijn vrienden rekenen en dat vind ik wel een hele grote heer. Nu, sinds Colasso overgenomen heeft, is mijn taak veel lichter geworden. Want vroeger was hij nogal vaak improvisatie. Dan was ik hier elke maandag voor de zesdaagse om te checken of de collega's internet zouden hebben, of de collega's elektriciteit zouden hebben. En toen liep dat vaak fout en moesten we in alle rijen nog voor het begin van de zesdaagse een techniek erop trommelen om internet te hebben. Maar nu is dat allemaal voorbij. Nu beperkt mijn taak zich vooral tot er zijn. En als ik links en rechts een keer een vraag krijg voordat ik kan mee helpen, dan doe ik dat. En dat maakt meestal voor de collega's die links en rechts wel een keer iets komen vragen. En die denken dat ik alles over de piste weet, maar dat is niet zo. Ik heb zelf ook nog gekoerst. Hè. Dat weten weinig mensen. Ik heb bij de junior gereden en ik dacht toen ik bij de junior reed dat ik heel snel kon fietsen. Maar na een jaar ben ik gestopt omdat bleek dat er waren die veel sneller konden dan ik. Terug naar de koers waar Ilio Keijnse het publiek opjut. En de laatste ronde. En er zo nog over Ilio Keijnse voor Roger Kloegen. De keizer van Kuipke wint zijn derde reeks na een straffe inspanning.
Keijzer rijdt volgend jaar zijn laatste zesdaagse. Jules Hesters profileert zich meer en meer als zijn opvolger. Jules Hesters beëindigt de 500 meter, doet dat in een eindtijd van 30 seconden, 820.000ste. Ja, het is nu de derde keer dat ik deelneem en ik merk wel dat het publiek elk jaar luider en luider wordt als mijn naam gescandeerd wordt door de speaker. Dus ja, dat is wel tof natuurlijk en zeer motiverend. Hij is niet alleen populair omwille van zijn Gens accent, maar vooral omdat hij ook presteert. Hester en Otto Vergaarde uit Melle doen volop mee in de strijd voor het podium. Ja, uitzonderlijk goed. Na het wereldkampioenschap in Roubaix was ik een beetje op de sukkel met mijn gezondheid. Ik had last van een hardnekkige verkoudheid. Maar na Kopenhagen heb ik dan 2 dagen de fiets niet aangeraakt. En ja, wonder wel eigenlijk topbenen hier aan de start. En ja, het gaat echt goed. Hesters en Vergaarde sluiten dag 3 af op de 6e plaats. Op 1 ronde van de leiders Morkov en Hansen. De Buist en Kloege klimmen naar de 2e plaats. En ook Keijzer en Cavendish blijven in het spoor van de leiders. Gijs en de Ketelen vallen terug naar de 4e plaats op 1 ronde, maar alles ligt nog open. In de AVS Cup zijn het vandaag de buitenlanders die met de zegens gaan lopen. De Brit Joshua Tarling wint de eerste puntenkoers. De Nederlander Janne Dorenbos is de beste in de 2e. Wie elke dag wel beter lijkt rond te fietsen is Arthur Senramer, 21 jaar en aan zijn eerste AVS Cup bezig. 2 jaar later dan verwacht door een zware valpartij. In de afdaling van de Col de Croix de Fer te val gekomen. Eigenlijk moeten uitwijken in een bocht en op leistenen gereden. Over de kop gegaan en 3-tal keer op mijn hoofd terecht gekomen. Mijn naam heeft mijn leven gered, want in het ziekenhuis zeiden ze dat er de week ervoor een persoon gevallen was met een motard. En die heeft jammer genoeg niet overleefd, dus ik mag echt van geluk spreken. Ik mag sindsdien elke dag is genieten dat ik op mijn fiets kan zitten. Hij rijdt hier aan de zijde van Belgisch kampioen de weg bij de junioren Jacob Berlaan. Zij kijken hun ogen uit. Niet veel hoor, 26.000ste onder de beste tijd. Er zijn zoveel lessen dat je krijgt, dus, je kunt dan ergens anders leren. Het gaat hier allemaal zo snel, je moet enorm hard opletten. En, ja, het is hier echt leergeld dat je betaalt. En, ja, blij dat ik het zeg. Er zijn pistes waar je het kunt leren, maar als je het echt wilt leren, is het hier te doen. In zijn achtertuin, want hij woont in Melle. Ja, zeker. Het is in mijn achtertuin. Mijn buurjongen is Otto Vergaarde. Ik probeer een beetje in zijn voetstoel te stappen. Ik heb een klein beetje achterstand, maar ik probeer dat goed te maken. Opschudding in de tijdrit. Gianluca Pollevliet en Noah van den Branden won dit onderdeel al 2 keer. Maar de 3e keer loopt het mis. We zagen dat de Italianen een mooie tijd hadden neergezet op de 500 meter. En we waren wel gebrand om die 500 meter binnen te halen. Dus we gingen er vol voor. Misschien iets te vol. En met volle overgave geef ik Noah de aflossing. En er gebeurt iets, we weten niet precies wat. En ik val onderuit. Ik tik Noah zijn achterwiel. Van den Branden rijdt uiteindelijk nog de 4e tijd. Maar het belangrijkste, Pollevliet komt er zonder kleerscheuren vanaf. Goh ja, een beetje schaafvonden. Het zal morgen voelen zijn na het opstaan hoe stijf dat ik ben overal. Maar tot nu toe is nog alles in orde met mij en ik denk dat het zo gaat blijven ook. De 2 gaan voor de 3e dag op rij de nacht in als leiders. Jasper Bertels en Injas Leete volgen op de 7e plaats, net voor Arthur Senramen en Jacob Berlaan. Vrijdag begint het echt, dan staat de eerste ploegkoers op het programma.